Even vloep vloep. Hoep hoep. Helemaal klaar. Hoi, welkom bij deze nieuwe video en nieuwe likes en dislikes, hoe kan het ook anders. Einde van de maand, februari. Februari is een relatief korte maand. Toch, wow, ik kon niet kiezen voor deze video. Ik had zoveel producten en bij sommige producten dacht ik ook echt van... Hé, maar dit gebruik ik toch al heel lang? En dan blijkt het gewoon toch allemaal in één maand te zijn geweest dat ik deze producten getest heb. Het zijn producten die ik heel erg fijn en helemaal niet goed vind. Dus de likes en de dislikes. Ik ga weer mijn ongezouten mening geven over deze beautyproducten. Van low budget tot high end, maakt niet uit. Ik ga je vertellen wat ik ervan vind. Zoals ik al zei, ja, februari. Ik kan het niet geloven. Dit jaar gaat me alweer veel en veel te snel, als ik heel eerlijk ben. Ik was jarig in februari. Nou, dat lijkt echt alweer eeuwen geleden. En maart is gewoon... nu aan de beurt. What the fuck? Ga lekker voor zitten. Maak notities. Laat weten wat je van deze video vindt in een reactie hieronder. En zorg ook dat je geabonneerd bent door op de rode abonneerknop onder deze video te drukken. Oh god, ik weet gewoon niet. Waar moet ik mee beginnen? Oké, ik ga beginnen met dit product. Dit product vergat ik bijna in de video te doen, terwijl ik dit nu echt elke dag gebruik. En elke dag is het ook weer dat product wat ik bijna vergeet. En dan zie ik hem liggen en denk ik... tuurlijk, ik heb het over dit palet van MAC. Ik weet de naam niet eens. Hyper Real Glow, tuurlijk. Ik weet niet wat het is waardoor ik hem steeds vergeet. Misschien omdat als je hem zo ook bekijkt, weet je, is het niet super duper bijzonder. Het zijn drie highlighters. Maar elke keer als ik hem gebruik, denk ik weer van, wow, deze glans is zo mooi, zo veelzijdig. Past zo goed bij mij. En het is eigenlijk vooral de middelste highlighter die ik gebruik. Get It Glowing, de middelste highlighter. Die vind ik echt heel mooi. En ik vind ook echt... MAC heeft eindelijk weer iets gemaakt waar ik enthousiast over ben. Ik vind eindelijk weer even iets nieuws in het MAC assortiment. Ook gewoon qua vormgeving, qua alles. En het product zelf, de poeders zelf, hebben echt een andere textuur. Ze zijn echt niet... zoals ik van MAC gewend ben. Ik vond dat MAC een beetje zichzelf ging herhalen. Het werd telkens hetzelfde riedeltje. Het werd een beetje saai. Een beetje saai. Zij. Ik begon een beetje mijn interesse te verliezen en dat vind ik echt moeilijk om te zeggen, want MAC is echt het eerste high-end merk waar ik verliefd op werd, waar ik alles van wilde hebben. Dit is gewoon super mooi en goed en ik gebruik het momenteel elke dag. En ik wilde hem dan ook deze keer echt niet vergeten en daarom verdient hij absoluut als eerste een plaatsje in de likes, dislikes, als een hele dikke like, want ik vind hem echt ontzettend goed. En mooi. En er is nog een variant, een andere variant, met nog meer een beetje rosé gouden tinten. Ik heb ook even geswatcht in de winkel. Toen dacht ik ook, man, is ook wel echt heel erg mooi. Je hebt het misschien al wel voorbij zien komen. De eerste indrukvideo's van Essence en van Catrice. En de producten van Catrice in die video heb ik daarna echt nog even rustig kunnen testen. En er is er één product. Nou, dit product heb ik ook echt elke dag gebruikt. En het is ook weer zoiets waarvan je denkt, ja, je vergeet het haast. Omdat het gewoon zo vanzelfsprekend een soort, ja, gewoon goed werkt. En dat is... deze priming spray. Ja, priming fixing spray. Dus je kunt hem zowel voor als na je make-up gebruiken. Ik gebruik hem meest als fixing spray. Ook omdat ik echt zo'n vergeetachtig type ben. En dan ben ik wel aan het smeren met foundation. En dan denk ik, oh ja, die spray. Maar hij kan ook voor priming. Dus echt voor je foundation. En ik vind het gewoon zo'n, ja, gewoon moeiteloos, fijne, goede spray. Het is wel dat, ja, hoe die sprayt. Die spray is nogal direct. Hij sproeit echt. Hij verstuift niet. En dat ze even wennen. Dus de eerste keer spoot ik ook vol in mijn gezicht. Gelijk zeiknat. Nee, dat is meer even gewoon een beetje afstand houden. En een beetje zo, weet je, alsof je... zoiets. En dan is hij top. Ik vind de geur ook lekker, lekker fris. En hij, ja, hij werkt gewoon echt heel goed. Ik merk echt het effect ervan. En hij is heel betaalbaar. Want ik heb eigenlijk altijd best wel dure fixing sprays gebruikt. Bijvoorbeeld de All Nighter van Urban Decay is een van mijn favorieten. Maar deze is toch ook echt wel heel erg goed. En krijgt dan ook van mij een like. Maar het kan niet alleen maar feest zijn. Helaas. Er zaten ook producten bij die ik helemaal niks vond. Waaronder dit product. Dit is zo'n product wat je visagisten ziet gebruiken in tijdschriften. Of weet je, soms dan hoor je ook wel eens van die beauty tips. En mensen dan dip een beetje... vaseline op je oogleden voor een wet look. Dit is zo'n product inderdaad ook voor een, ja, meer een glossy wet look. Het is de Dewy Eye Gloss Pen Wet and Glow. En het is heel leuk bedacht dat je dit als een soort van topcoat kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over je oogleden heen. Om dat natte effect te krijgen. En een beetje dat high fashion effect. Al is het maar gewoon leuk om ermee te spelen. Ja, je hebt het ook in de video kunnen zien. Ik vind het helemaal niks. Die punt brak binnen no time af. En dislike.
En check dus vooral ook nog zeker even de Catrice eerste indruk als je alles in werking wil zien. Als Real Techniques nieuwe kwasten uit heeft, dan... Ik weet niet wat er dan met me gebeurt. Dan word ik een soort van een ander mens. Dan word ik helemaal een soort hyena. Dan wil ik alles weten van die nieuwe kwasten. Ik ben gewoon echt heel erg fan van Real Techniques. De Powder Blue kwasten zag ik een paar maanden geleden al verschijnen online. En ja, ik wilde ze natuurlijk gelijk voelen en gebruiken. Maar het duurde even voordat ze naar Nederland komen. Nu is het eindelijk zover en ik heb ze kunnen proberen. Nou, dit zijn echt hele bijzondere kwasten. Ze zijn namelijk exclusief bedoeld voor poederproducten. Dus gezichtspoeder, poederfoundation, blush, bronzer, highlighter, alles in poedervorm. Oogschaduw natuurlijk ook. En ze zijn ja, prachtig chic uitgevoerd in het donkerblauw. Er zit een heel mooi donker ombre effect in. Donkerblauwe haren. Ze hebben blauwe eekhoornharen geprobeerd te imiteren. Kwasten met synthetische haren worden vaak gelinkt aan vloeibare producten. Nou vind ik al dat Real Techniques echt wel next level synthetische haren heeft. Dus de kwasten zijn echt ook zeker wel geschikt voor poederproducten. Maar dat gevoel van echte haren, dierenharen of synthetische haren. Ja, je merkt toch altijd dat er nog wel een verschil tussen zit. En ik merkte toch ook bij sommige producten, sommige kwasten, dat ik dan synthetische haren niet fijn vond werken. Nou, en met deze lijn hebben ze dus echt hele nieuwe soorten haren die wel met poeders werken. Ook al zijn ze niet van dieren, super super goed, werken ze wel op die manier. En ze zijn echt heel bijzonder. De kwasten zijn zo ongelooflijk lekker zacht. Ik wil gewoon continu mijn gezicht ermee aaien. Met de oogschaduwkwast van Real Techniques vond ik het altijd een beetje lastig. Want ik merkte dat die inderdaad nog een beetje soms te stevig, de haren te dik en te stroef vond. Dit kwastje is zo zacht, zo vol. Het is echt geweldig. Maar ook gewoon voor gezichtspoeders, voor bronzers, voor blush, highlighter. Het werkt zo waanzinnig goed. Het voelt zo luxe aan. En ik ben zo ontzettend blij dat Real Techniques deze stap heeft weten te zetten. Dat ze zo innovatief zijn. En dat ze gewoon ervoor kunnen zorgen dat er straks gewoon geen kwasten met dierenharen meer zijn. Dat die gewoon niet meer worden gemaakt. En ja, dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn. Dus een dikke, vette, enorme like. Je zal het ongetwijfeld weten dat Daisy van Marc Jacobs een van mijn lievelingsparfums is. En vrijwel elk jaar komt er wel een limited edition uit. Ik heb al heel veel limited editions geprobeerd. Toen ik deze limited edition zag, dacht ik echt van wow. Ho, dit is what dreams are made of. Ik heb het zelfs ingesteld als achtergrond op mijn telefoon. Aha, true story. Zo mooi. Het is Daisy Twinkle. Oh, het is zo mooi met dat lila en die glitter. Het is zo schattig en zoet. En nou, dus dit is de Daisy Twinkle. Dit is de originele Daisy. Maar dan is ook nog de Oh So Fresh variant. Die ziet er ook fantastisch uit. Al die bloemen op de dop. En tot slot Daisy Dream. Ja, die is iets minder bijzonder uitgevoerd, zeg maar. Maar heeft iets minder details. Nou is en blijft ook in deze serie de originele Daisy mijn favoriet. Kijk even naar dit plaatje zo met z'n allen drie. Het is gewoon een geweldige serie. Ontzettend lekker. En ja, het ziet er zo ontzettend lekker uit. Ik ben in februari 26 geworden. Ik weet niet of ik hier nog zo kinderlijk enthousiast over mag zijn. Ik word er gewoon heel erg blij van. Ik vind het echt fantastisch. Qua geuren lijken de parfums heel erg op de originele variant. Maar ze hebben inderdaad net een twinkle. Dus ze zijn net wat anders. Ik vind twinkle er ook echt wel goed bij passen. Ze hebben gewoon net een soort van een extra stofje. Iets betoverends erbij gekregen. Iets fris, iets sprankelends. Ik geef het een like. De All Nighter Foundation van Urban Decay heb ik een keer gereviewd. En ik vind het echt een super mooie dekkende foundation. Het heeft ook nog eens een lichte kleur. Dus wat dat betreft ja, zou het voor mij een top foundation moeten zijn. Toch merk ik dat hij wat te droog is. En dat hij daardoor niet mooi op mijn huid zit. Toen kreeg ik dit opgestuurd. Dit is de Urban Decay Drop Shot Mix in Facial Oil. En ik heb wel vaker dit soort olietjes geprobeerd. Die je dus inderdaad met je huidverzorging of met je foundation kunt mengen. Of kunt aanbrengen als basis. En een olie, ja, dat is natuurlijk vettig. Dus dat kan het meer verzorgend maken. Ik dacht, yes, dit is perfect. In combinatie met de All Nighter Foundation. Dus ik ben het gelijk gaan proberen. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik heb het geprobeerd als basis. Ik heb het geprobeerd gemengd met de foundation. Maar nee, hij blijft alsnog niet goed zitten. Ook niet met nog een primer, fixing spray, poeder eroverheen. Het wordt gewoon te veel. Het is een beetje alsof het een soort van en een hele dikke foundation en nog die olie. Dat mijn huid dat gewoon niet op zijn plek kan houden. Wat ik dan ook wel weer ergens lastig.
logisch vind. Heel erg jammer, maar helaas een dislike. Nou, dit is echt zo'n Facebook product. Zo'n gehyped product dat je dan voorbij ziet komen in je timeline. En je wordt er dan onder getagd door je vriendinnen. En iedereen heeft het erover. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Dit is het Glam Glow Glitter Mask. En dit is dus een peel-off masker met glitters. Ik wilde deze heel graag hebben, want ik zag hem dus op Facebook voorbij komen. Ik dacht, wow, dit ziet er zo super vet uit. En hij is nu eindelijk verkrijgbaar in Nederland. Ik heb er een video van gemaakt dat ik hem gebruik. En ondertussen ben ik aan het kletsen. Beantwoord ik allemaal vragen over de liefde. Over mijn ervaring met Friends with Benefits bijvoorbeeld. Het is een lekkere chill video. Dus mocht je zo nog zin hebben om een video te kijken. Misschien zelfs om zelf ook een maskertje te doen. En een video te kijken. Dan is die perfect. Ik zal hem hierbij nog even linken. En dan kun je doorklikken om te zien hoe dit masker eruit ziet op mijn gezicht. En om gewoon even met mij te chillen en te praten. Over de liefde. Ik liet net die olie zien van Urban Decay. Ik heb nog iets van Urban Decay. Van de Urban Decay All Nighter Foundation is ook een concealer nu. In diezelfde geweldige verpakking, maar dan dus in het mini. En een concealer. En nou, die wilde ik ook wel heel graag proberen. Want ik vind de Naked Skin Concealer bijvoorbeeld ook echt top. En ik was heel benieuwd hiernaar. Nou, het is ook zeker een hele goede concealer die heel goed dekt. Heel erg mooi mat is. Het is best wel een zwaar gewicht. Of hoe zeg je dat? Echt een lekker concealertje waarmee alles gewoon gecamoufleerd wordt. Ik vind hem wel een klein beetje droog. Hij strekt een beetje in de lijntjes. Maar als ik hem goed afpoeder, dan is er niet zoveel aan de hand. En vind ik het effect gewoon heel mooi, heel goed. Dus die belandde al in mijn laagje. En ik dacht, nou top. Een hele fijne, mooie nieuwe concealer erbij. Die blijf ik gebruiken. Maar toen kreeg ik deze concealer opgestuurd. De Revolution Conceal and Define. Ook een hele mooie verpakking. Een hele betaalbare concealer. En ik ging deze testen. En hij leek eigenlijk ook wel heel erg op de Urban Decay. Of Urban Decay. Van, en hij leek eigenlijk ook heel erg op de Urban Decay concealer. Ook super dekkend. Mat. En een beetje droog ook wel. Maar nog net iets minder droog dan deze concealer. En qua kleur. Ik heb dan de allerlichtste kleur. C1. Misschien zelfs nog wel iets beter. Net wat minder geel en net wat witter. Wat ik eigenlijk wil. Lekker wit, sneeuwwitje onder de ogen. Yes. En ik merk nu, ze zijn dus allebei, liggen ze nu in mijn laadje. Dat ik dan toch de Conceal and Define van Makeup Revolution nu het meest pak. En dat ik er gewoon heel erg tevreden over ben. Deze concealer kost €25,50. Deze concealer kost €5. Nou, wat zou jij kiezen? Ik ben best wel blown away voor die lage prijs. Het is echt top. Het enige minpunt is, je zal deze online moeten bestellen. En dat is gewoon heel erg lastig met ja, de kleur kiezen. En deze kun je swatchen in de winkel. Maar het blijft wel echt een heel groot prijsverschil. Voor duidelijkheid krijgen ze van mij wel allebei een like. Want ik vind ze allebei heel erg goed. Heb ik nog een product van Urban Decay? Ik merk het nu pas op dat ik super veel van dit merk heb getest de afgelopen tijd. Dit is het Distortion Palette. En dit ziet er qua vormgeving echt te gek uit. Ik heb sowieso ook veel oogschaduwpaletten getest van Urban Decay laatste tijd. Nou, dit was zo'n palet waarvan ik op het eerste gezicht dacht, wow, geweldig, hele mooie effecten. Je kan oogschaduw dus over elkaar aanbrengen. Je kan er best wel veel kanten mee uit. Toch is het een dislike. Omdat in de praktijk vond ik het heel lastig om goede combinaties te maken. Om mooie kleuren te vinden die, ja, die bij elkaar pasten. Ik vond de verhouding glanzend en mat ook niet zo goed. Er is maar één matte oogschaduw en ik wilde toch echt wel een paar voor een transitiekleur, voor blenden, voor diepte in de arcadeboog. Ik merkte gewoon echt, ik ging er heel enthousiast mee aan de slag. En toen ging ik die ooglooks maken en toen was het elke dag weer dat ik er gewoon bijna niet uitkwam. Omdat ik het heel moeilijk vond om alles, om te weten welke combinatie ik kon maken. Om te weten wat mooi bij elkaar paste. En als ik dan iets maakte, dan vond ik het vaak ook dus niet mooi achteraf. Nou zitten er wel veel koele kleuren in. En dat werkt op mijn huid minder goed. Dus dat merk ik dan ook wel, dat iets veel valer wordt. Bijvoorbeeld donkergroen of zo. Als ik dat aanbreng, probeer ik echt wel een witte basis of zo eronder aan te brengen. Zodat die kleur het meest puur wordt en niet beïnvloed wordt door mijn ondertoon. Maar je merkt toch dat het allemaal minder mooi en lekker werkt en het minder snel goed staat. Dus dan moet ik echt even een tandje bijzetten om te zorgen dat ik er toch een mooie look mee maak. En dat de kleuren toch goed uitkomen. En ik merk dat het met dit palet, dat me dat gewoon niet lukte. Dus dat vond ik gewoon heel jammer. Heel jammer dat dit voor mij een dislike is geworden. Dat het gewoon echt, ja, dat ik er niet meer uit voeten kan. Nou komt Urban Decay wel echt, of Urban Decay, ik weet het niet hoe ik het moet uitspreken. Komt wel echt vaak met nieuwe lanceringen, nieuwe paletten. Dus de ene keer is het top en de andere keer, ja, gewoon niet zo geslaagd. Dat hoort erbij. Ik vind hem persoonlijk het geld niet waard. Gelukkig was er afgelopen maand toch nog een palet wat ik heel erg mooi vond. En wat een absolute like krijgt. En dat is het Wanted palet van NARS. Narcissist. Qua vormgeving, wow,
vind ik hem heel mooi. En de mix van glanzend en mat. En de mix van glanzend en mat vind ik gewoon heel goed. Bovendien zitten er glanzende oogschaduws in, maar ook echt metallic en super shiny, intense, bijzondere glanseffecten in. Eigenlijk drie typen oogschaduws waar je gewoon heel veel diepte mee kunt maken in je ooghoek. En dat vind ik top. De oogschaduws werken ook echt ontzettend makkelijk. Het is gewoon even vloep vloep. Helemaal klaar. Ik kan bij mijn ogen dicht een beetje van blenden naar kaleboog. Het ziet er nog goed uit. En dat vind ik gewoon heel fijn. Dat de basis die ik maak van een oogloe met matte tint in de arcadeboog goed werkt. En dan kan ik een prachtige glanzende knalkleur voor bewegend ooglid kiezen. En dat dep ik erop. En het ziet er gewoon super mooi en chic uit. En je merkt gewoon echt de kwaliteit hierin. Ja, weet je, het is een duur merk. Het is een duur palet. Maar ik vind echt dat dit palet het waard is. Dat ik het echt merk in hoe het aanbrengt, hoe het eruit ziet. Gewoon in alles. En ik vind dit dan ook echt een beauty die voor mij absoluut een like krijgt. Mijn haar, sorry. Mijn haar is echt... Ik weet niet wat het is. Oh, oké, nu gaat het opeens goed zitten. Haat ik zo, hè? Dat was alles wat ik je wilde laten zien van de producten die ik in februari getest heb. En die ik goed of slecht vond. Die een like of een dislike kreeg van mij. Op mijn blog vind je alle reviews, swatches, ooglooks. Ga daar ook zeker even kijken. En dat was dit. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah. Doeg!